Ja, er zijn mensen, ja, die hebben een sprongetje gemaakt hoor. Hoep, ja, en die zijn even, flikvlakkend door de dag heen gegaan. Ja, laatste peilingen, vrienden, hebben jullie het gezien? Onze groengoeroe en die hele club, ja, die gingen in één keer van 27 zetels naar 20 zeteltjes. Hup, 7 zetels, woep. Als sneeuw voor de zon. Nou, is het een beter bericht kan je niet krijgen. Want ja, je moet het partijprogramma van die club, van die GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dat moet je wel eens even goed gaan lezen. Nou, dan weet je weer waarom hij en die club niet aan de leiding moeten komen, hoor. Nee. Maar dit was natuurlijk een topbericht. Ja, handen wrijvend. Ik ook, hoor. Ik dacht van, yes, alright, dit is goed. Maar wat hebben we nu? Ja, het zijn de dagkoersen. Het is elk moment tijdens die hele campagne nu, ziet het er elke keer weer anders uit. Ja, de waarheid van gisteren blijkt gewoon onzin de volgende dag. En zo zit het gewoon. Want alle dingen die ik constant heb beweerd en waarvan ik dacht, zo zou het moeten gaan, die staan nou in één keer weer op losse schroeven. Ja, want ik heb steeds gedacht, we moeten die partij nemen. We moeten op BBB. Toen heb ik een hele tijd gedacht, we moeten op de VVD. En dat kwam allemaal omdat ik bang was voor het gevaar van de groengoeroe en zijn vereniging. Maar die zijn nu eventjes, ja, die zijn voorlopig eventjes uit zicht. Dus nu moeten we ons weer even heel anders gaan concentreren. Want wat zien we nou? Nou zien we dus dan VVD met 26 zetels. Maar bijna gelijk en net iets groter. Omtzigt is daar. Ja, de Pieter. De Pietertje. Ja, en waarvan ik steeds bang was. Dat Pietertje, dat die met de groengoeroe ging samenwerken. Maar als de groengoeroe zo verschrikkelijk naar de kelder gaat, ja, dan is dat gevaar al gelijk heel veel minder. Dus we hebben nu VVD en Omtzigt. Daar moeten we tussen kiezen. En welke neem je dan? Ja, van die twee. Ja. Ja, en ik heb steeds een beetje VVD gezegd. Maar ja, ik stem liever ook geen VVD. Nee, want VVD, die hebben er gewoon afgelopen jaren echt een puinhoop van gemaakt. Ja, dat weten we. Dus waarom zouden we die gaan belonen met een stem? Liever niet. Nee. Dus als we van die twee moeten kiezen, zou ik, maar ja, dagkoers hè. Vrienden, kan volgende week weer totaal anders zijn. Dagkoers is nu, we gaan alle ballen gaan gewoon voorlopig op Omtzigt. Ja, en dan gaat hij maar samen met de VVD. Dan hebben we in ieder geval daar een behoorlijk naar rechts neigend blok. Ja, ja, nou, hey. En de BBB, als die toevallig 15 zetels halen, want die waren ook gezakt, 9 zetels. Als die 15 zetels halen, dan mogen die ook aansluiten. En ja, dat zou helemaal ideaal zijn. Want die willen dan wel weer samen met die Omtzigt een beetje babbelen. Ja, nou, vrienden, dus voorlopig staan we met z'n allen eventjes op de Pieter.